Seksisme komt nog altijd veel voor in de kerk. 9 op de 10 vrouwelijke voorgangers heeft ermee te maken. Eveline Bakker van Missie Nederland hoopt dat christenen het gesprek over dit onderwerp aandurven gaan, om zo van de kerk weer een veilige plek te maken voor iedereen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. We beginnen bij de opvangcrisis. Want het COA heeft grote moeite voldoende opvanglocaties te vinden voor alle asielzoekers en vluchtelingen die ons land binnenkomen. In Ter Apel, waar alle asielzoekers zich moeten melden, is ruimte voor 275 mensen. Maar daar sliepen afgelopen weken soms noodgedwongen 700 mensen. Ik praat er verder over met John van Tilborg, directeur van INLIA. Een netwerkorganisatie en kennisinstituut dat opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Goedenavond, meneer Tilborg. Goedenavond. Hoe groot zijn de problemen bij de asielzoekerscentra? Nou, best wel heel groot eigenlijk. Het is een piek, lijkt het. Maar het opmerkelijke is dat ik de laatste 40 jaar niet anders zie dan pieken en dalen. En wat opvalt is dat we weinig leren van iedere piek die we hebben gehad. Zodra er een dalletje aankomt, dan schalen we van alles af. Ervan uitgaande dat er niet een nieuwe piek komt. Maar dat betekent in de praktijk dat zowel de bewoners in de AZC's als het personeel wat daar werkt, als het personeel bij de IND gewoon heel erg overbelast wordt, gefrustreerd raakt. En behalve achterstanden dat er echt te weinig zorg is die nodig is om adequate opvang te kunnen uitvoeren. Ja, dus dat gaat ten koste van de omgeving, ook de woonomgeving. Ja, want wat zijn nou concrete gevolgen die hieruit voortvloeien? Nou ja, dat heeft natuurlijk wel concrete gevolgen. Ik bedoel, u zag misschien afgelopen week ook de kinderombudsvrouw op tv. Die zei van ja, kinderen zitten daar soms heel lang in zo'n aanmeldcentrum bijvoorbeeld. Ze kunnen niet door naar een asielzoekerscentrum omdat er geen plek meer is. En dat gaat echt ten koste van ontwikkeling en de geestelijke welzijn van die kinderen. He, zo'n opvangvoorziening is daar echt niet op ingericht. En het probleem is dat het niet alleen een kwestie van de AZC's, maar er is ook doorstroommogelijkheid richting gemeentes die reguliere opvang zouden kunnen bieden voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gehad, die er mogen zijn. Ja. En omdat die doorstroom er niet is, dan stokt het als een soort flessenhals bij het COA en een AZC, maar eigenlijk daarvoor al bij het aanmeldcentrum in Apel. Ja. Ja, nu is het kabinet bezig met een wet om gemeenten te dwingen om opvang beschikbaar te stellen. Is dat nodig? Dat zou niet nodig moeten zijn. Maar ik denk dat je twee problemen ziet. Eén probleem bij gemeenten die zeggen van ja, weet je, die grootschaligheid van 600, 1200 mensen in één centrum, dat is net iets te veel voor die wijk of voor die omgeving of die gemeenschap, om dat die te kunnen herbergen. En ze kiezen er heel bewust voor om dan liever kleinschalige opvang, maar dan meer desnoods. En daar ben ik zelf ook al een groot voorstander van. Ik denk dat het voor heel veel gemeentes veel aantrekkelijker wordt om te zeggen, nou, doe ons maar 100 of 200 of 300 dan 600 of 1200. Dat is één. Het tweede is dat het een beetje rijkelijk laat is eigenlijk allemaal. En dat je dus behalve die grootschaligheid, dat je ziet dat er een stukje weerstand is. Aan de ene kant hebben we allerlei kwalificaties over asielzoekers. Aan de andere kant moet je ruimhartig zijn. Nou, dat lijkt soms te botsen. En ik denk dat het landelijke bestuur daar zelf best wel invloed op zou kunnen uitoefenen om er anders mee om te gaan. Waardoor het voor gemeenten ook gemakkelijker is om de nek uit te steken. Om te zeggen, nou, wij nemen onze verantwoordelijkheid hier ook wel in. Ja, want waar komt die weerstand dan vandaan, denkt u? Nou, ik denk dat je die eigenlijk altijd hebt als je het hebt over een vreemde invloed, iets wat onbekend is. Mm. Dat maakt bij voorbaat al onbemind bij een deel van het publiek. Dus daar heb je weerstand. Maar de grote aantallen doet ook de weerstand toenemen, hebben wij gewoon geconstateerd. We merken dat je kleinschalige opvang hebt, dat de gemeenschap dat veel beter draagt, bestuurlijk, maar ook de mensen uit de gemeenschap zelf, de burgers, die dragen dat veel makkelijker dan bij die grootschaligheid. En je hebt natuurlijk ook de weerstand vanwege de mensen die komen uit landen waar je niet zoveel te vrezen hebt. En ook misbruik maken van zo'n asielprocedure in dat geval. Ja. Nou, dat geeft ook een loop weerstand. Daar hebben mensen geen behoefte aan om die groep in hun gemeente op te vangen. Nou, daar valt best beleid op te ontwikkelen. Maar het is veel te weinig als je kijkt naar hoe lang hebben we hier al ervaring mee.
Dus hoe lang hadden we wat kunnen doen? Er is veel te weinig aan gedaan om daar beleid op te ontwikkelen. Goed. Meneer Terborg, ik wil u heel erg bedanken voor uw toelichting. Graag gedaan. 9 op de 10 vrouwelijke voorgangers ervaart seksisme in de kerk. Dat is net zoveel als in de samenleving voorkomt. Reden voor de interkerkelijke organisatie Missie Nederland om daar de komende tijd speciale aandacht voor te vragen. In de studio Eveline Bakker, voorzitter van het netwerk Gelijkwaardig Leiderschap van Missie Nederland. Goedenavond, mevrouw Bakker. Goedenavond. Om te beginnen, de laatste paar weken worden we overspoeld met nieuws over seksueel misbruik. Vandaag kwam er ook naar buiten dat 1 op de 3 verpleegkundigen vorig jaar te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht. Hoe kijkt u naar al die berichten? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je zou in de kerk een veilige plek willen zijn. En uit onderzoek blijkt ook gewoon dat het funest is voor de mensen. Dat het hele lange en ingrijpende gevolgen heeft voor degenen die misbruikt zijn of die seksisme ervaren. Ja, want het komt in de maatschappij voor. Maar u geeft ook al aan, het komt ook in de kerk voor. We kennen de rel rondom Hillsong natuurlijk. Ja. Heeft de kerk hier voldoende aandacht voor? Dat denken wij dus niet, dus daarom willen wij het natuurlijk weer onder de aandacht brengen. Het is natuurlijk best een lastig onderwerp om het gesprek aan te gaan. Je hebt natuurlijk taboesfeer en je hebt mensen worden soms niet geloofd. Dat is dus aan de slachtofferkant. En aan de kerkkant of aan de gespreksinitiatorkant, het is best lastig om dat gesprek te openen. Uh-huh. Dus vandaar onze oproep. De grote oproep, open het gesprek wel. Praat erover, ja. Want wat is nu het verschil tussen seksisme en seksueel misbruik? Seksueel misbruik is, dat gaat natuurlijk over de integriteit van een lichaam. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan heeft het ook heel vaak te maken niet zozeer met lust, maar meer met macht. Dat blijkt dan ook. En seksisme is meer dat je onderscheid maakt tussen man en vrouw. Daar waar het niet ertoe doet. Dus net als racisme, dan seksisme, dan bijvoorbeeld bij een sollicitatieprocedure, dat bij gelijke kwalificaties gewoon voorkeur wordt gegeven aan de man. En vindt misbruik nou zijn oorsprong in opvattingen over seksisme? Dat kan zeker. Seksisme is natuurlijk een voedingsbodem voor erger. Want je vindt namelijk dat je de ander mag denigreren of discrimineren of klein maken of aan de kant zetten. Het onderliggende stroom van seksisme is dat je de ander minder capabel en minder intelligent acht. En daardoor die opmerkingen maakt. Ja. Nou, uit onderzoek blijkt dus dat het veel in de kerk ook voorkomt. Waar moeten we dan aan denken als we het hebben over seksisme in de kerk? Hoe uitzicht dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld wat ik al zei bij sollicitatieprocedures. Maar ook bijvoorbeeld als iemand, want ik zit natuurlijk in een leiderschapsnetwerk. Dus daar hebben we dan het onderzoek van. Of bijvoorbeeld als een feedback wordt gegeven op een preek. Dat er dan in de feedbackpunten ook komt van nou, de jurk die je vorige keer aan had, vinden we veel meer een preekjurk dan deze. Dus dan gaat het weer om het uiterlijk. Ja, dan gaat het niet om de persoon zelf. Nee, dan gaat het niet om de kwalificaties, maar vaak om het uiterlijk. Of ze zeggen van, nou, u bent nog jong, we kunnen u niet aannemen, want ja, wij denken dat u binnenkort kinderen krijgt. Ja. Nou, dat zeggen ze bij een man niet. Nee, nee. En hoe komt het nou dat het in de kerk dan ook zoveel voorkomt? Nou ja, wat in de maatschappij speelt, is dus de kerk binnen gesijpeld. Ik denk dat wij het te lastig vinden om het gesprek erover te openen. Heeft ook te maken met man-vrouw beelden, die natuurlijk heel lang heel traditioneel waren. De man was capabeler dan de vrouw. Uh-huh. En nu is daar natuurlijk een soort inhaalslag van. En dit is dan eigenlijk het restant. Er is nog werk te doen voor de kerk. Ja. Als we dan kijken naar seksisme en de gevolgen daarvan, wat doet het met iemand die daarmee te maken heeft? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Want ik denk dat veel mensen dat niet beseffen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het maakt de mensen sowieso onzeker. Mm-hmm. Je gaat twijfelen aan je eigen competenties en je zelfvertrouwen wordt minder. Sommigen worden boos, sommigen worden strijdlustiger. Mm-hmm. Sommigen zeggen, nou, dan deins ik maar terug van de opleiding of van het vak. Die overwegen om te stoppen. En het is slechts een heel klein percentage die aangeeft, het doet mij niks. Nee, ja. En gaat het onderzoek gaat over vrouwen. Komt het ook bij mannen voor?
Dat blijkt dus inderdaad niet uit het onderzoek. Ik kan het me voorstellen van wel. En die verhalen willen we natuurlijk ook graag horen, want het gaat natuurlijk twee kanten op. Elk onderscheid is natuurlijk funest. Ik kan me voorstellen dat, die verhalen ken ik niet, maar ik kan me voorstellen dat als een man zegt, ik wil ook koffie schenken, of ik wil ook bij de kinderen, een typisch vrouwentaak, dat er dan wellicht door zijn omgeving smalend op wordt gereageerd. Ja. Van, dat is toch vrouwenwerk. Ja. Maar dat hangt van de cultuur af van zo'n kerk. Ja, nou zijn er misschien ook heel veel mensen die denken, nou, dit gebeurt bij ons in de kerk niet. Wat zijn nou signalen die je op kunt vangen, op zou kunnen vangen, waar je op kunt letten om te zien of dat dan wel voorkomt? Ik denk dat het heel voor de hand liggend kan zijn om te zeggen, nou, dat is bij ons niet, want ik zie geen signalen. Dus daar moet je dan echt naar op zoek. En wat je kan doen is als persoon zelf de verhalen naar boven halen. Dus gewoon iemand vragen van, mag ik even in je gesprek? Jouw verhaal met je delen, dat je de verhalen naar boven haalt? Of je kan bijvoorbeeld het onderwerp agenderen in je huisgroep of in je kerk. Dat je het op de agenda zet om die verhalen naar boven te halen. En hoe kun je dat gesprek dan aangaan? Welke vragen stel je dan? Wij hebben dus daarom ook een handreiking gemaakt. Die staat op de website en ook nu een tutorial. Uh-huh. Dus een videotutorial. Wij hebben 3 slag gemaakt. Durf te vragen, want er is echt wel moed voor nodig. Durf te voelen, dus wat doet het jou? En durf te leren uit het gesprek. Ja, en die handleiding, is dat ook dit magazine? Dit magazine is net vers van de pers. Dit is een themanummer over seksisme in de kerk. En dus de aanmoediging om de ander meer te zien dan zijn of haar seks. Ja, en die kunnen mensen ook opvragen? Ja. Waar kunnen ze die opvragen? Ja, die kunnen ze opvragen op onze website. Een gratis proefnummer, dat is www.missienederland-meerdanseksen. Ja, en waarom is het voor Missie Nederland zo belangrijk om hier aandacht aan te geven? Ja, wij willen natuurlijk graag een veilige kerk zijn. Je wil dat geroken mensen, en eigenlijk is iedereen nog wel op weg naar heling, een veilige plek hebt, juist meer dan de maatschappij. Mm-hmm. Zodat je een veilige iets kan bieden ook naar de maatschappij. Dus er is nog echt heel veel aan te winnen. Ja, en toch nog heel eventjes teruggaan op dat gesprek aangaan. Die vragen stellen. U zegt het is best heel lastig, hè, om dat gesprek aan te gaan. Jullie zijn dat al wel gaan doen. Wat zijn dan de reacties die jullie daar binnen terugkrijgen? De reacties zijn wat fijn dat je het zegt. De reacties zijn ook dat er eindelijk erkenning komt van de pijn. Mm. En dan komen er ook wel eens tranen. Dat is natuurlijk oud zeer, hè? Want het mocht er altijd niet zijn. Nu komt er lucht bij, nu komt er erkenning. Dat is echt enorm belangrijk. Mm. En dan komt er ruimte voor het gesprek en voor de heling en voor de verdere groei en bloei van zo'n persoon. Ja, dus heel belangrijk om het gesprek aan te gaan. En de mogelijkheid te creëren binnen organisaties ook. Ja. Om dat gesprek te voeren. En zijn er nog andere manieren waarop jullie er aandacht aan gaan geven? Ja, er komt bij de Pinksterconferentie op van opwekking. Hè? In Pinksterweekend komt er een panelgesprek met meerdere deelnemers op zondag 5 juni. Mm-hmm. Om dit onderwerp verder te bespreken, want er is nog, we hebben nog wel huiswerk te doen. Nou, goed, mevrouw Bakker. Als laatste, wat kunnen we leren van Jezus en het voorbeeld in hoe hij met vrouwen omging? Ja, dat is een goed voorbeeld. Hij ging altijd met vrouwen om met respect in een samenleving die vrouwen heel denigrerend behandelde. Waar zij altijd haalden ze uit de schaduw, uit de minderheid en altijd om tot groei en bloei te komen. Nou, mevrouw Bakker, ik wil u heel erg bedanken voor uw toelichting vandaag. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens u een hele gezegende avond. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.